Ik zat in die studio en ik was Kevin van der Perre aan het interviewen, de ijsschaatser. En hij was aan het vertellen, ik wist echt niet meer wie hij was. Op antenne is daar blijkbaar niets van te merken. Maar in mijn hoofd was dat een donderslag. En ja, ik weet dat ik daarna naar huis reed en dat ik dacht van, ik moet iets doen, want er gaan accidenten van komen. Journalist Chris van den Abele moet na een bezoek aan de psychiater 3 maanden thuis blijven. Hij is helemaal op. Ik denk na 2 minuten viel het woord burn-out en ik dacht van, man, ga weg. Ik wil absoluut niet meedoen met die hippe trend. Noem het zoals je wil, maar noem het alsjeblieft geen burn-out. En dan zei oké, ik zal zeggen dat je overspannen bent. Het leven zelf deed geen pijn. Alleen was er een totaal onvermogen om de dingen te doen die ik anders doe en die ik anders graag doe. Namelijk boeken lezen, naar muziek luisteren, twitteren, alles wat kranten lezen. Alles wat met mijn geest te maken heeft en waar ik normaal gezien verslaafd aan ben, dat kon ik niet meer. Mijn allereerste job die ik deed, heeft mijn toenmalige baas tegen mij gezegd, als jij je job blijft doen met evenveel passie als je ze vandaag doet, dan ga je eraan ten onder. En ja, hij had misschien een glazen bol. Joke is directeur in een communicatiebureau als ook zij tegen een muur loopt. Net na een verrassingsfeestje voor haar 40ste verjaardag. 3 dagen later ben ik opgestaan 's morgens en ik kon niks meer. Het was helemaal gedaan. Ik kon alleen maar huilen. Ik wist helemaal niet wat er gebeurde. Maar ik voelde me vooral op dat moment machteloos. En ja, je hebt geen energie meer. Dus je kan ook niet meer de dingen doen. Je kan ook niet meer doen alsof. Want je beseft ook dat je eigenlijk al een hele tijd alsof bent aan het doen. Ga maar zitten. Eigenlijk is het niet zo dat er een moment is geweest waarop ik dacht, nu moet ik ingrijpen. Het is gewoon mijn lichaam dat op een gegeven moment stop heeft gezegd. En ja, mijn lichaam dat mijn hoofd ter orde heeft geroepen. En heeft gezegd van wat jij in je hoofd nog allemaal wil doen, ik doe daar niet meer aan mee. Ik toon dit beeld altijd aan mensen met burn-out om hen te tonen dat hun zelfbeeld helemaal verloren is. Dit is een soldaat van de eerste Chinese keizer en die stonden volledig ten dienste van de keizer. Ze zijn ook allemaal levend begraven toen de keizer stierf. Dat is typisch burn-out. Bijna 1 op de 10 Belgische werknemers krijgt ermee te maken. Luc Swinne is een stressspecialist die al jaren mensen met burn-out begeleidt. En het zijn niet alleen bedrijfsdirecteurs die op consultatie komen. In deze zetel zitten politiekers, daar zitten CEO's van bedrijven, maar daar zitten ook werknemers van bedrijven en huismoeders. Ik zie eigenlijk de hele wereld passeren. Volgens Swinne is het beeld van iemand met burn-out als zwakkeling helemaal fout. En ook het taboe moet nu maar eens verdwijnen. Wel, waarom dat wij er zo bang van hebben, dat is mij ook een raadsel, want het is een ziekte gelijk een andere. Uw energie is op. Je hebt uw energie gestoken in uw werk. Je hebt het beste van uzelf gegeven. Dus je zou veel respect voor deze mensen moeten hebben. Maar wij branden in onze bedrijven onze beste mensen op en daarna laten we ze vallen als een steen. Het is niet de schuld van mijn werkgever dat ik er ben ingerold. Ik heb het echt mezelf aangedaan. Door een job te doen die ik heel graag deed en vol passie, heb ik een soort van automatische klik gemaakt van ik kan die job alleen maar doen als ik er 24 uur voor leef. Ik volg dan constant Twitter en daar zaten soms ideeën in die ik in de uitzending kon gebruiken. En slapen was eigenlijk verloren tijd. En dan ga je s'nachts opstaan en denken van wat is er aan het gebeuren dat ik eventueel zou kunnen missen door het feit dat ik hier stom ben gaan slapen. Hè? En dan loopt het fout. En zo is het fout gegaan. In zoverre is dat arbeidsritme veranderd. Eigenlijk zouden we samen met die dingen een soort mentale opleiding moeten krijgen van hoe gebruik je dat? We worden natuurlijk omgeven door allerhande moderne foltertuigen die ons in de burn-out duwen.
Men is nu in staat om dag en nacht in te loggen op de server van het werk. En je kunt 's avonds, je kunt 's nachts, je kunt altijd blijven doorwerken. En sommige werkgevers verlangen dat ook van hun werknemers. Let altijd op wanneer je werkgever u gratis een iPhone cadeau doet, want nadien volgt de rekening. Na de diagnose blijft Joke 1 maand thuis. Ze moet antidepressiva slikken en veel minder werken. Het is zoals een topsporter die moet revalideren en die zich geen topsporter meer voelt. Ik had de indruk dat ik terug moest leren leven, stapje per stapje. Maar wel anders dan daarvoor, want anders ging die emmer heel snel terug overlopen. Intussen is Joke 5 jaar verder. Directeur is ze niet meer. Vandaag is ze gelukkig als zelfstandig communicatieadviseur. Wat wil dat zeggen dat je dat rondkrijgt voor een namiddag? Ik zal ervoor zorgen. Ik werk helemaal anders dan voordien. Ik besef ook dat ik veel efficiënter werk. Als ik hier een hele dag intensief alleen ongestoord werk, dan krijg ik meer gedaan dan ik soms op een week kreeg gedaan in een bureau van 240 mensen. Ja, goed zo. Als de kinderen thuis komen van school, maakt dat ik er gewoon mee ophoud dan. Dus ja, veel minder en veel beter. Het is goed met mij, maar het is een broos evenwicht. En ik voel dat ik constant attent moet blijven op de emmer die sneller volloopt. En ik probeer, mijn kinderen waken daarvoor een stuk mee over. Die zeggen af en toe van mama, het is oké. Okay. Dit is ook goed. Maar het is iets dat je blijft meedragen, dus het blijft broos. Maar het gaat absoluut heel goed. Hè? Wij zijn gelukkig, hè? Ja. Het is 1 uur. Goeienacht, wat nieuws met Chris van Alabele. Stephen O'Dell, de baas van Ford Europa, krijgt promotie. O'Dell is dus de man die... Ik had heel veel geluk dat ik... iets anders mocht doen binnen de VRT. Het zou verschrikkelijk geweest zijn om naar dezelfde werkplek en in dezelfde omstandigheden. En dat zou ik echt niet zien zitten hebben. Die boodschap heb ik ook gegeven. Chris werkt nu 4 dagen per week bij de nachtradio. Met heel veel goesting. Maar de working hero van voor de burn-out wil hij niet meer zijn. Iemand die zegt, mijn werk is mijn leven. En ik leef voor mijn werk en... En ik werk graag 17 uur per dag. Ja, die wordt eigenlijk meestal als een soort van moderne held gezien. Of die wordt nog als een soort van norm beschouwd. Ja, zolang of dat de norm is natuurlijk, gaan we er niet komen en gaan we blijven zo draaien. Arbeidsongeschiktheid door werkstress of burn-out kost ons jaarlijks 250 miljoen euro. En dat zal... ook volgens Swinne alleen maar toenemen als we niks doen aan onze manier van werken. Men is bezig over besparingen, men is bezig over de inzetbaarheid van de mensen, men is bezig om de pensioenleeftijd te verlengen. Maar hoe ga je dat nu doen als 1 op 4 van de mensen die werkt, dat die burn-out is? Vrees een beetje dat men af 55, 60 jaar, dat men niet meer in de werkende bevolking zal thuishoren, maar in de ziekteverzekering. Ja, oké, wat heeft men dan bereikt? Het is vreselijk, mannen. Een les die ik ook geleerd heb, is ook vertrouw jezelf niet voor de 100%. Stel een aantal mensen aan die vetorecht hebben. Maar je moet een soort van fierheid opgeven, de illusie dat je het allemaal zelf... heb ik opgegeven, want ik heb mezelf bedrogen. Anders was ik er niet ingesukkeld.